om klachtenvrij te kunnen werken en lekker productief te kunnen zijn vandaag, stel ik mijn werkplek goed in. We beginnen daarbij bij de stoel. Allereerst van de hak tot de knie is de gasveer om die in te stellen. Begin daarbij in de hoogste stand om duidelijk te ervaren dat de zitting druk uitoefent op de onderzijde van je bovenbeen. Deze laat je zakken, zodat de druk in het been weg is. Dat is ongeveer 90 graden. Heb je die ingesteld, kun je ook beter achter in je stoel plaatsnemen met je voeten op de grond. Armleuningen, eigenlijk hetzelfde verhaal. In de hoogste stand ervaren dat je nek en schouders onder spanning komen te staan en laat hem dan zakken tot je de ontspanning in je nek en schouders ervaart. Zo kun je al voor een groot deel heel ontspannen zitten. Als het met de stoel gelukt is, kun je aanschuiven aan je bureau. Deze zal over het algemeen, net als in dit geval, te hoog zijn ingesteld. Voor de instelling daarvan kun je hetzelfde hanteren als met je stoel. De armleuning staat in de goede hoogte, daarbij ben je ontspannen. Je duwt de knop in dit geval, en je laat hem zakken tot hij net onder het niveau van de armleuning is. Hierbij kun je hand ontspannen op je bureau laten rusten. Zijn beide je bureau en je bureaustoel goed ingesteld? Dan pas hoef je je zorgen te maken over je toetsenbord, je muis en je beeldscherm. Dus haal je toetsenbord naar je toe, zodat je ontspannen kunt werken aan je toetsenbord. Voor je muis geldt eigenlijk exact hetzelfde. Je beeldscherm staat te laag in dit geval, waarbij je hem meestal achterover zult kantelen. Hierbij ontvangt hij heel veel licht en wordt het onleesbaar, waardoor je geneigd naar je beeldscherm gaat zitten werken. Dat wil je voorkomen. Zet je beeldscherm derhalve op de juiste hoogte. Dat voorkomt lichtinval. Juiste hoogte is bovenste leesregel op ooghoogte. Heel veel succes met het instellen van je werkplek. Lukt het nou niet? Neem dan even contact op.